We gaan er nu vanuit dat 1/3 van het bedrijf, dat we daar afscheid van moeten gaan nemen. Nu zijn we bezig met investeerders zoeken die hier wel bij passen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Ronnie. Ja, en nou is vaak de cliché openingsvraag die is dan, hoe gaat het? Inmiddels, volgens mij ruim 1,5 jaar geleden dat je op CFD-TV te gast was. Ja. Toen was het een absoluut succesverhaal. Wat is er gebeurd de afgelopen, wat zou ik zeggen, maand of zo met Ticketswap? Ja, al ietsje langer. Kijk, wij hebben eigenlijk begin januari zagen we corona al de kop opsteken in China. Waar naar aanleiding daarvan toch al een keertje hebben overlegd van wat nou als het hierheen komt. Ja. Maar toen hadden we wel te snel de conclusie dat dat voor ons vrij vervelend zou zijn, om het netjes te zeggen. Goed, helaas hebben we daarin gelijk gekregen. Maar ja, het belangrijkste is gewoon geen evenementen houdt in dat eigenlijk de kaartjes die verkocht worden, dat het gewoon heel erg opdroogt. De meeste grote festivals hadden al alles of een deel van hun kaarten verkocht voor deze zomer. Mm-hmm. Dus daarvan zagen we in eerste instantie toch nog een beetje doorloop. Mm-hmm. Toen dat zeg maar tot 1 september werd aangekondigd, was al snel duidelijk van daar gaan of refunds of vouchers of iets dergelijks voor komen. Dus dat, mensen bleven toch meer zitten op hun kaartjes. Mm-hmm. En er wordt nu nog wat verkocht, maar dat is niet noemenswaardig. Nee. En want wat betekent dat? Waren er op jullie platform, werden er al tickets geswapt als het gaat om aankomende zomer? Gaat zoiets ver vooruit? Ja, zeker. Dat gaat altijd. De bulk is altijd de laatste paar dagen. Mm-hmm. Maar in aanloop, met name of bij de start van de verkoop, zie je vaak wel een piek erin in de verkopen. Mm-hmm. En in de maanden in aanloop ernaartoe zie je altijd een soort van steady lijn van verkopen die altijd ietsje blijft toenemen en dan op een gegeven moment de laatste paar dagen knalt het omhoog. Hmm. En je zegt dat is niet noemenswaardig. Ik bedoel, kun je dat zeg maar qua transacties of handel, we hebben het over een paar procent dan of zo? Of? Ja, in eerste instantie zaten we op 10% wat er nog een beetje overbleef. Mm-hmm. Maar inmiddels zijn we echt wel op 5% van onze prognose beland, helaas. Ja, dat ziet er niet naar uit totdat er weer zicht is op evenementen en dat het gaat veranderen. Ja, dat zicht op evenementen, jullie zitten natuurlijk, wat dat betreft, de grote evenementen zitten natuurlijk letterlijk op het einde pas, toch? Ja, kijk, ik roep altijd, of de laatste weken altijd, is natuurlijk wel heel lang, maar mm-hmm. ik denk echt dat een medicijn of een vaccin voor ons een soort van de enige opluchting kan geven, want dat is wat ervoor zorgt dat mensen veilig weer bij elkaar kunnen zijn in grote massa's, want in een pandemie zijn grote groepen mensen bij elkaar natuurlijk de grootste dilemma's. Ja. En 1,5 meter festivals, dat gaat er niet worden. Nee, absoluut niet. Kijk, dat wordt nu een beetje verkocht als het nieuwe normaal, maar dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee. Laten we het absoluut op het tijdelijke abnormaal houden, toch? Ja, precies. Hé, hey, maar wat betekent dat jou, want even voor mijn begrip, hè, kun jij iets vertellen over de schaalgrootte van jouw bedrijf voordat dit allemaal gebeurde? Hè? Ik bedoel, aantal mensen of omzet of transacties, kun je daar iets over zeggen? Nou ja, we hebben 105 mensen in dienst nog steeds. Dat verder over omzet en zo doen we eigenlijk nooit echt uitspraken. Maar dat geeft wel een beetje aan op wat voor schaal we opereren. Ja. En die 105 mensen, kijk, die NOW-regeling had maar een deel positieve impact bij ons. Die was effectief, kwam die neer op 50% subsidie. Mm-hmm. En dus moeten we gewoon echt maatregelen gaan nemen om kosten te gaan besparen de komende tijd. En dat is heel, heel zwaar en heel vervelend, want normaal gesproken neem je afscheid van mensen die of zelf weg willen of die minder goed functioneren. En dat je daar dan uiteindelijk mee opsplitst. En nu moet je van mensen die echt zich keihard inzetten voor de zaak nog steeds. Ja. Nog steeds, ondanks dat ze weten dat zij in ieder geval op de schopstoel zitten. Ja. Steeds keihard hun best doen om voor Ticketswap het beste mogelijk te kunnen doen. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon, maakt het extreem vervelend. Gewoon. Dat is echt naar. Want wie zijn aandeelhouders op dit moment? Alleen wij als co-founders. Ja, en dat zijn hoeveel mensen? 3.
Drie. En hoe gaat het tussen jullie drieën nu? Ja, nog steeds. Het is altijd goed gegaan. Het gaat nog steeds net zo goed. Daar ligt het niet aan. Kijk, we waren al een tijdje bezig met het opzetten van een investeringsronde, maar dan zeg maar met het oogpunt op de goede situatie. We zijn gewoon een winstgevend bedrijf. Het ging hartstikke goed en we konden eindelijk voor onszelf de vraag beantwoorden: hoe kunnen we met meer geld sneller groeien? Nou, toen hadden we daar een mooi plan voor gemaakt. Daar hebben we corporate finance adviseurs bij gehaald. Zijn we samen met hun de investeringsmarkt opgegaan en dat zag er echt heel goed uit. Heel veel geïnteresseerde partijen. Alleen hebben we dit een beetje letterlijk moeten pivoten. Want heel veel partijen die zoeken een heel ander type investering dan een bedrijf die nu niet super winstgevend is of wat dan ook. Ja, dan, als je met dat soort partijen praat, dan zijn dat de eerste die ook afvallen wanneer het niet meer het geval is. We zijn eigenlijk nu met hun bezig om. We hadden alle spullen al eigenlijk ready. Dus we zijn nu met hun de boel aan het pivoten, letterlijk. In eerste instantie op high growth investors en VC's en noem maar op. En die zeggen van een aantal portfolio bedrijven zijn ook geraakt en we zijn daarmee bezig. En we willen onze exposure niet vergroten, maar juist verkleinen voor coronarisico's. Dus nu zijn we bezig met investeerders zoeken die hier wel bij passen, die zich hier wel comfortabel in voelen en dit als een mooie kans zien om toch in TicketSwap te investeren. En dat zouden dan investeerders zijn die de tijd hebben? Nou, nee, niet zozeer de tijd, maar het snappen waar ze in investeren en dat het ook een mooie kans is eigenlijk in deze tijd. Omdat de essentie van TicketSwap is niet anders. We zijn nog steeds een winstgevend bedrijf, alleen moeten er wel evenementen zijn. Dat Hey, en is. maar even twee dingen. Je gaf het net al een beetje aan. Jij bent nu echt plannen aan het maken om afscheid te gaan nemen van collega's. Ja, dat is in ieder geval, dat hebben we ook aan onze collega's voorgelegd. Van ja, jongens, de situatie uitgelegd, van zo staan we ervoor. Dit zijn de maatregelen zoals wij ze zien nu. En dat zal dan vanaf 1 september, zodra de NOW afloopt, zeg maar echt officieel worden. Maar in de tussentijd, dan zijn ze alvast geïnformeerd, dan hebben we ook geen valse beloftes en dergelijke. En dat werkt goed, ze snappen het gelukkig heel erg. Maar ja, dat maakt het niet minder makkelijk of leuk. Want hoe grof zijn, of tenminste, hoe grof is fout woord, hoe zwaar zijn die maatregelen? Wat wordt vanaf september het scenario dan? Ik bedoel, heb je het over hoeveel mensen moeten dan vertrekken? Nou, we zullen, dat hangt van nog wel van een aantal elementen af, maar we gaan er nu van uit dat 1/3 van het bedrijf, dat we daar afscheid van moeten gaan nemen. Dat klinkt nog mild, want wanneer verwacht jij, ja, je kan daar bijna misschien niks over zeggen, maar wanneer verwacht jij dat TicketSwap weer, zeg maar, gaat draaien? Jij zegt als de festivals weer beginnen, maar als dat nou tot, weet ik veel, zomer 2021 nog duurt, dan ga je het dan redden? Daar houden we rekening mee eigenlijk. Dat is het scenario waar wij op sturen. Dus je scenario is zomer 2021 zouden we weer festivals moeten doen, en tot die tijd met 1/3 minder mensen ga je het redden? Natuurlijk hebben we daar dan in de tussentijd wel geld voor nodig, maar dan lopen we in die zin blijven structureel intact. Kijk, het ding is voor ons is het heel belangrijk dat we het talent binnenhouden, dat we de mensen die TicketSwap door en door kennen. Binnenhouden. Dus dat is voor ons heel belangrijk. En dan kunnen we ook in de tussentijd. Kijk, developers en onze productafdeling hoeft niet stil te zitten in de tussentijd. We kunnen nog keihard werken aan hartstikke mooie oplossingen. Die dan met minder testvolume, bij wijze van spreken, maar die wel gewoon uitgerold kunnen worden. Zodat we, zodra alles weer van start gaat, gewoon eigenlijk nog op schema liggen voor onze plannen. En wat voor type, want zijn jullie nu al concreet met in, want ja, ik kan me inderdaad voorstellen nu, ik snap nu wat je zegt. Dit is voor een investeerder potentieel een, maar dan moet hij inderdaad niet, hij moet geduld hebben dan eigenlijk. Tenminste, want als ik Normaal nu. gesproken gaat een investeerder er ook in voor 5 tot 7 jaar. Dus je hebt eigenlijk misschien met minder geduld kan je nog wel meer, het kan nog wel meer opleveren. Want
Kijk, ik denk zodra evenementen weer starten, stel 1 mei volgend jaar gaan alle evenementen zoals we ze kenden gewoon weer in volle glorie door. Dan denk ik dat we het beter gaan doen dan ooit. Want de run op evenementen wordt alleen maar groter. Ik denk, normaal gesproken is financiële malaise of een economische malaise is eigenlijk alleen maar goed voor evenementen. Omdat mensen minder geld uitgeven aan vakanties en meer tripjes, uitjes thuis in de omgeving. Daarvan zijn festivals een heel goed voorbeeld. En dat helpt voor ons enorm. Nou ja, goed, en dat zijn allemaal aannames, het moet gaan blijken. Daarvoor hebben we überhaupt festivals en evenementen nodig. Maar zodra dat op gang komt, denk ik dat we gewoon binnen een paar weken eigenlijk er weer voor staan zoals vanouds. Alleen, ja, dan moeten we natuurlijk gewoon de schade herstellen wat betreft de collega's waar we afscheid van hebben moeten nemen. Wel een moeilijke onderhandelingspositie die je hebt, hè, naar investeerders nu. Want ja, ik wil niet zeggen dat je staat met de rug tegen de muur, maar het is iets anders dan dat het zeg maar lekker draait en je gaat dan investeerders zoeken, toch? Ja, natuurlijk. We hadden de initiële gedachte was van hè, we maken winst, het gaat goed, we groeien. We gaan nu op zoek naar geld. Dat was het verhaal en dat zag er heel goed uit. En de waarderingen die erop terugkwamen waren heel mooi. Daar waren wij zelfs van onder de indruk. En dat we op een gegeven moment zeiden, tenminste, ja, nee, dat we op een gegeven moment zeiden van nou, dit ziet er goed uit. En nu. In deze tijd zijn dat natuurlijk niet die waarderingen. Maar we hebben wel. Ticketswap is een heel bekend merk. Waar toch heel veel mensen en partijen toch wel geïnteresseerd in zijn. Dus ja, we zijn gewoon op zoek naar wat is realistisch. En daar ook een breed marktbeeld te krijgen. En ik denk zodra de tijd een beetje voortduurt, wordt er ook steeds meer duidelijk. Want je ziet nu al in een aantal andere landen, toch even de Europese landen. Dat evenementen op kleine schaal wel weer langzaam toegestaan worden. En dat er zelfs uitzicht al is op evenementen met 500 mensen. Ja, en dat licht aan het einde van de tunnel. Dat geeft mensen hoop. En dat doet ook wel voor ons wel heel veel goed. Dus we zijn gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn. Breed inzetten. En ja, er zijn gelukkig genoeg mogelijkheden. Maar we zijn er nog mee bezig. Ja, maar ja, kijk, aan de andere kant, laten we heel duidelijk zijn, Hans. Het gaat weer beginnen, Ja, toch? precies. Ja, absoluut. Daar twijfel ik echt niet aan. En dat zal, hè, dat zal. Dit festivalseizoen deze zomer is afgeschreven daarin. Maar goed, daarna komt. Hè, het in feite begint vanaf september een beetje het binnenseizoen weer. Met heel veel concerten en dat soort indoor dingen. Want dat is Ja. ook markt voor jullie, die gewoon misschien een wat kleiner, maar gewoon weet ik veel, gewoon Paradiso, Melkweg, allemaal dat soort gewoon kleinere dingen. Ja, nou ja, heel veel kleine samen ook groot. Dus op zich zijn natuurlijk de grote evenementen à la, nou ja, die van Mysteryland, Lowlands, dat soort evenementen, dat zijn dure kaartjes en heel veel. En dat helpt ons. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event bestaat uit heel veel kleine evenementen. Weliswaar geclusterd op hetzelfde weekend. Weekend, maar wel heel veel evenementjes. Maar wel heel veel evenementjes. En dat is voor ons ook een van de beste weken. Heel veel swap-potentie, zeg maar. Absoluut, ja, Ja, zeker. en hou jij nog rekening, of houden jullie nog rekening met de gesprekken die je wel eens hoort over of het nou 60 min of 50 min is, maar met in plaats van de 1,5 meter, dat er op een gegeven moment een beleid komt, misschien al eerder dan dat er een vaccin is, dat men zegt, oké, jongens, festivals, evenementen lekker doen en onder de 50 gewoon buiten blijven, en dat het wat dat betreft al eerder op gang kan komen. Nee, ja, ik durf er alleen maar van te dromen, maar ik hou er geen rekening mee. Kijk, aan de ene kant ben ik een ondernemer en ik ben optimistisch. Ik zie kansen, ik zie mogelijkheden. Ik volg het nieuws nauwgezet en probeer daar mijn eigen conclusies uit te trekken. Want er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen die op gebied van behandelingen en vaccins, dat lijkt goed te komen aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ja, het is er ook niet morgen. En een 60 min of een 50 min economie zou wat mij betreft echt een prima tussenoplossing zijn. Veel logischere tussenoplossing dan een 1,5 meter economie waarin heel veel niet kan plaatsvinden en heel veel dingen niet kunnen functioneren. Terwijl een andere optie, die 60 min of 50 min,
Ja, dat werkt gewoon veel beter. En dan zouden evenementen ook deels nog misschien kunnen passen. Ik verwacht niet dat ze dan zeggen, nou, we zetten 100.000 mensen bij elkaar op een veld. Nee, nee, sorry. Maar ja, dat zou alleen maar mooi zijn voor ons. Ja. Maar in, je maar in je rekenmodellen hou je rekening met zomer 2021 dat het weer losgaat. Ja, en we hebben natuurlijk wel wat andere forecasts waar we wat optimistischer zijn. Maar ja, we moeten op een gegeven moment een grens trekken en zeggen van ja, dit is waar we rekening mee moeten houden. Plus, kijk, de zomermaanden zijn voor ticketswap. Ja, we zijn gewoon een heel seizoensgebonden bedrijf. En ja, ja. Want hoeveel procent van je omzet doe je in de zomermaanden? Nou, daar doen we denk ik, grof gezegd, dat is een hele grove schatting, maar 2/3 van de omzet doen we in de zomer. Ja, precies. Dus in 5 maanden tijd zijn we positief en 7 maanden draaien we negatief. En ja goed, dat vlakt zich uit in een nog steeds een winstgevend bedrijf. Ja. Maar ja, dat is, dan is het wel vervelend als die 7 maanden, of in ieder geval 5, of die, sowieso die 5 maanden wegvallen. Ja. Hey, tot slot, hè, ik weet niet of je al ervaring hebt, maar hoe ga je dat doen met die 1/3 van je mensen? Hoe ga je dat aanpakken? Er zijn hele, hele specifieke regels en structuren voor. We hebben hele goede HR en we hebben en ook die, of tenminste, die krijgen ook gewoon professioneel advies. Dus nee, we rommelen niet zomaar wat aan. We doen echt heel nauwgezet volgen we de richtlijn of de wetten die erover zijn. Ja. En ja, dat proberen we ook nog eens zo mild mogelijk in te zetten. Want nogmaals, ja, we moeten afscheid nemen van mensen van wie we eigenlijk geen afscheid willen nemen. Ja. Ja, dat maakt deze situatie zo cru. Ja. Ja. Aan de andere kant, Hans, moet ik toch zeggen dat dit verhaal me wel positief stemt. Dat je als bedrijf, als die financiering lukt, dat je inderdaad in een soort stand-by-modus met nog genoeg activiteiten te doen voor jullie als organisatie. Ja, het lijkt me lang duren, het lijkt me vreselijk, maar dat het wel een realistisch verhaal is. En dat je zegt, als we in die zomer weer losgaan, ja, dan pak je het weer op en binnen no time draait de machine weer. Ja, nee, absoluut. Het enige is wat gewoon jammer is en wat het heel moeilijk maakt, is zeg maar de onduidelijkheid die niet alleen op evenementen, maar ook op overheidshulp en dergelijke, wat het heel lastig maakt. Kijk, die financieringen die door de overheid ondersteund werden of worden, daar zijn we mee bezig, maar dat zijn dingen die nog steeds in proces zijn. Terwijl je denkt van ja, daar hebben ze toch heel duidelijk gezegd dat moet snel gaan en noem maar op, maar in praktijk is dat gewoon niet zo snel. Nee. Daar hebben ze nu voor start-ups aangekondigd dat er 100 miljoen beschikbaar is. Maar dat is vooral, als je vooral de grotere tickets gaat kijken, vooral gericht op, op bedrijven die al zitten in de molen van investeringen en noem maar op. Kijk, een investeerder die zijn portfoliobedrijf nat ziet gaan en nog extra geld moet bijstorten. En dat kan, de overheid kan de verdubbelaar zijn. Dat is een ander verhaal dan een bedrijf zoals wij, die nul investeerders heeft. En ja, er gaat, de gewone investeerders, die zullen niet hier 1, 2, 3 bij gaan storten, want er zit nog niks in. En dan is er geen verdubbelaar. Nu moeten we gewoon van meet af aan op zoek naar een investeerder. En dan zou je het eventueel kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat is een heel veel lastiger verhaal en langer traject dan dat je gewoon je investeerder opbelt en zegt we hebben een paar miljoen nodig en dat wordt verdubbeld door de overheid. Ja, dus zou er een oplossing zijn voor de case zoals die van jullie? We zijn nu bezig met een in het traject om te kijken of de ROM, dus de één deel van de overheid, de co-investor van InvestNL kan zijn. Dus dan heb je eigenlijk 2 keer de overheid, maar dat past binnen de spelregels van wat ze doen. Dus we zijn aan het kijken met hun ook of dat kan. En als dat kan, dan horen we daar hopelijk snel wat over. Dat zou eigenlijk de mooiste tussenoplossing nog zijn. Ja, en hoe snel moet je financiering rond hebben? Die lening hopen we echt snel voor elkaar te hebben. Dan hebben we in ieder geval tot eind van de zomer adem. Begin van de winters, of begin van de herfst, zeg maar. Dus ergens, dan hebben we adem tot, laten we zeggen, oktober, november. En ja, dan, maar tegen die tijd heb je ook veel meer uitzicht.
Ja. Dat is wat ontbreekt nu. En dat Ja. maakt het gesprek allemaal zo lastig. Ja. Hans, ik neem een petje af, jongen. En ik wens je heel veel sterkte en succes. En hoop met jou om veel meer redenen dan alleen maar jouw bedrijf, dat zomer 2021 weer gewoon full-blown lekker van start gaat. Ja, dankjewel. Leuk je te spreken. En dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. Hoi. Doei doei.